Groot feest aan het straatje. Jan Linders opent een nieuwe zaak in Gennep. De belangstelling is groot en iedereen feest mee. Zelfs Cora is er. Zijn alle kindertjes er ook allemaal? Zijn de kinderen er? Ja, laat eens even horen dat jullie er zijn. Zijn alle kinderen aanwezig? Dat kan veel harder. Dat kan echt veel harder. Tot straks. Oké. Dankjewel, Cora. Ja, mag ik natuurlijk beginnen met iedereen waarop iedereen heel hartelijk welkom te heten. Allereerst natuurlijk de burgemeester Wethouders. Fijn dat jullie met z'n allen gekomen zijn. Natuurlijk ook alle andere genodigden, alle mensen die meegewerkt hebben aan dit prachtige complex. Alle klanten, alle mensen van Jan Linders, kinderen van de Maria Goretti School. Allemaal heel hartelijk welkom. En natuurlijk alle medewerkers van de gemeente die dit prachtige gebouw mogelijk hebben gemaakt. Ik denk dat het al met al een kleine 20 jaar geduurd heeft tussen het allereerste initiatief van vandaag. Maar uiteindelijk zijn we gekomen. Het is fantastisch, we hebben geweldig samen kunnen werken. Het gebouw staat er, de parkeerplaats staat er. Gisteravond om 6:15 ging de laatste veegwagen weg. Maar we zijn op tijd gekomen, dat is geweldig. En ook een geweldig compliment aan de stratenmaker en de aannemer en alle mensen die van de bouw meegewerkt hebben. Alle enzelkeurs, alle mensen van ons Jalimas. En ik wil voor iedereen een geweldig applaus voor deze mensen hier. Want die hebben ze gewoon kapot gewerkt afgelopen dag. Ik had het over Jan Linders en die groeide op. En zijn eerste supermarkt heette De Klimop. En van die ene supermarkt kwamen er twee, kwamen er drie. En hoeveel zijn er inmiddels, Leo? 57. Mensen, we gaan hier nu de 57ste Jan Linders supermarkt open. Op deze, juist voor Jan Linders, zo historische plek in Gennep. Want Jan Linders was niet alleen een Gennepenaar, het was ook een Limburgenaar. Hij was hier van alles tot en met wethouder toe. Zo zie je hoe je ver terug kan schoppen. En hij was niet voor niets ook uitgekozen tot de grootste Limburger van de vorige eeuw. Dat is nogal wat als je dat lukt. En we gaan aftellen naar de ballon. Alle kinderen hebben de ballon. Zijn jullie er klaar voor? Officiële opening gaan we met z'n drieën doen. En we tellen weer af, hè, want dat wordt wel een feest natuurlijk. 3, 2, 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat valt u op in deze winkel? Ja, de ruimte. Ja? Ja, super. Het ziet er hartstikke mooi uit. Tenminste, wat ik er tot nu toe van gezien heb. Ik heb natuurlijk nog niet alles gezien, maar het eerste wat opvalt vind ik in ieder geval de ruimte. Het is indrukwekkend, dus dat betekent dus aanmerkelijk groter, overzichtelijker. De eerste indruk, geweldig. Ja, hij is groot en even zoeken. Ja. Dus. Kunt u het wel allemaal vinden? Ik denk het wel. Ja, en anders vragen we het gewoon. We hebben mooie bordjes hier. Oké, okay, ja, dat is dan. Die had ik nog niet gezien, maar daar zal ik ook eens even op gaan letten. Nou, succes nog. Dankjewel. Dat je gewoon alles tegelijkertijd kunt zien en de looppaden lekker breed, alles overzichtelijk. Het ziet er mooi uit. Ja, ik ben benieuwd naar de rest. Ik ga gauw naar de rest kijken. Veel plezier. Dankjewel. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Smaakt de koffie? De koffie smaakt, ja. Wat vindt u van de nieuwe Jan Linders hier? Zegt u? Wat vindt u van de nieuwe Jan Linders? Ik vind het geweldig. Ik heb Jan Linders gekend toen ik 24 jaar geleden hier kwam wonen. En ik heb de uitbreidingen meegemaakt voor een deel. Smaakt de gebak? Heerlijk. Ja. Maar dat wisten we al, hè? Ja. Wat vindt u van de nieuwe Jan Linders? Nou, we zijn nog niet ver, maar wat we hebben gezien is hartstikke mooi. Beter geworden? Nu, ja. Ja, zeker. Ja. Altijd in die kelder, donker, geen zonlicht. Voor het personeel ook beter. Dit aan een mooie locatie, hè? Er zijn veel klanten aan het proeven en ze genieten volop mee. Kom maar op.
Ontspanningsmomenten bij Cora op de foto. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vond u het om het te openen? Ja, het is grandioos natuurlijk. Ik vind het een ongelofelijke eer. Ik ben er echt heel erg trots op dat ik weer gevraagd word om samen met de burgemeester en met Leo Linders hier deze prachtige winkel te mogen openen. Niet deze, maar ik heb natuurlijk ook wat andere Jan Linders vestigingen al mede mogen openen. Dus daar, dat vind ik ontzettend leuk. En dit is natuurlijk een unieke winkel. Het feit dat hier 50 jaar geleden de allereerste Jan Linders was, nou ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Niet exact op dezelfde plek, maar ja, dat maakt het natuurlijk net even wat specialer. Mm-hmm. En ja, nou ja, het feit dat dit plein dus ook het Jan Lindersplein is natuurlijk, nou ja, dat maak je natuurlijk nooit mee. Ik vind het fantastisch, overzichtelijk, mooi, goed personeel, lief. Ik bedoel, dat zie je niet bij alle supermarkten. Even wat wc-papier langs de camera, maar dat kan allemaal. Dat is het leuke bij Jan Linders. Alles kan. Alles kan. Ja. Nou, dan nog veel succes hier. Oké. Okay. Mag ik er ook een? Tuurlijk. Maar gaat het goed? Ja, zeker. Ja. Gaat goed. En veel klanten gaan naar huis met een bloemetje. We zijn hier vandaag met Leo Linders. Meneer, wat vindt u ervan dat de nieuwe Jan Linders geopende? Wauw! Ik ben ontzettend trots. We hebben hier echt jaren aan gewerkt. Ik heb het gisteren nog even verteld tegen de mensen. De eerste keer dat mijn vader en ik bij toen nog burgemeester Berger zaten om te pleiten om op deze plek een prachtig supermarkt te bouwen. Dat is echt 20 jaar geleden. En ja, toen wilde de gemeente niet meewerken, maar gelukkig heeft men zich later bedacht. En we hebben dit prachtige hart van Gennep kunnen maken, want dit ligt echt in het midden van Gennep. En ik ben ervan overtuigd dat ook het winkelgebied van Gennep hierdoor een stuk sterker van worden. Ik vind het echt een geweldige mijlpaal voor mij, voor ons bedrijf. En ik ben heel blij eigenlijk dat ik heb kunnen doen, dat ik vandaag toch die lijn die wij samen, mijn vader en ik, toen hebben ingezet die dag, hier vandaag heb mogen voortzetten en een punt achter mogen zetten. Wat vindt u ervan dat de nieuwe Jan Linders weer op de oude vestigingsplaats terug is? Ja, dat is gewoon leuk. Dat is, soms denk ik, misschien had het zo moeten zijn. Ja. Maar dat stimuleert ons nog extra hard om daar helemaal voor te gaan. Net zoals mijn ouders dat 50 jaar geleden deden. Dit moet gewoon het hart van Gennep zijn. Mm, precies. En wat had uw vader hiervan gevonden, denkt u? Oh, ja, dat is natuurlijk gissen. Ik denk dat hij heel erg geglommen had van trots. En dat die handen tekort gekomen was om ze allemaal te schudden. Want ik heb heel veel mensen zijn straks, toen de winkel openging, naar mij toegekomen. Die mijn vader al heel lang kende. En die allemaal zeiden van, ik heb Jan al gekend. Ik ken hem van dan en dan. Ik zie al 50 jaar klant. Ik denk dat hij het heel prachtige dag gehad zou hebben. Dat denk ik ook, ja. Nou, bedankt nog en verder succes met de nieuwe Jan Linders. Dankjewel. Graag gedaan. Nima TV neemt je mee.